Ik ben Frans Kuiper van Stimulans. Ik heb hier op de conferentie de workshop gegeven sociale coöperaties en wet en regelgeving. Wat wij in de praktijk vaak zien is dat mensen die actief worden of willen worden in een sociale coöperatie in een moeilijk gesprek raken met de gemeente. Vaak heeft dat dan betrekking over of de regeltjes wel helemaal goed worden nageleefd en toegepast. De gemeente is vaak zoekende naar hoe kunnen we zo'n initiatief binnen regelgeving eigenlijk toestaan. Hoe moeten we daarmee omgaan? Met behulp van het gedachtegoed van de omgekeerde toets. Dat is een manier van kijken die Stimulans 2-3 jaar terug geïntroduceerd heeft. Om het effect en het doel van wat we willen bereiken voorop te stellen. En niet de wet en regelgeving zelf. Pas op het eind toetsen wij of wat we willen bereiken ook past binnen de wet. En met dat gedachtegoed hebben wij gekeken naar de regelgeving van de participatiewet en initiatieven van sociale coöperaties, sociale ondernemingen. En wat zien wij dan? Dat eigenlijk voor alle vraagstukken binnen de kaders van de wet gewoon een oplossing mogelijk is. Dus we hoeven niet de wet te veranderen, we moeten hem alleen leren gebruiken, anders toe te passen.